Final Fantasy VII is een iconische game die in 1997 uitkwam voor de PlayStation 1 en nu nog steeds wordt genoemd als een van de beste games aller tijden. Daarom besloot Square Enix om deze Japanse RPG van een upgrade te voorzien, verdeeld over drie grote games die volledig opnieuw worden gemaakt door de ontwikkelaar. Het tweede deel van deze remake-reeks heet Rebirth en komt op 29 februari 2024 uit voor PlayStation 5. Aangezien dit het tweede deel is dat volgt op het zo handig hetende Final Fantasy VII Remake uit 2020, vertellen wij wat je moet weten voordat je aan Rebirth begint. Final Fantasy VII Rebirth is een actie-RPG die in tegenstelling tot de game uit 1997 een real-time gevechtssysteem heeft. Dit betekent dat je niet meer om de beurt moet slaan, maar je constant in beweging bent om zelf aanvallen uit te voeren en te ontwijken. Net als vroeger spelen de speciale aanvallen en materia een belangrijke rol in de gevechten. Met deze materia kun je verschillende skills en magie gebruiken, zoals bijvoorbeeld een bliksemaanval of de mogelijkheid om bij elke slag HP terug te krijgen. Voor spelers die houden van nostalgie kun je ervoor kiezen om de game op classic stand te zetten, zodat het gevechtssysteem iets meer lijkt op de originele Final Fantasy VII. Over het verhaal moet je weten dat je in Rebirth speelt als ex-soldaat Cloud Strife, die in het eerder uitgebrachte remake duidelijk last heeft van zijn verleden met Sephiroth, de grote schurk in dit verhaal. Rebirth gaat verder waar Remake eindigde. In de eerste game maakte Cloud kennis met Avalanche. Dat is een groep rebellen die de schuld krijgen van het verwoesten van een volledige wijk in Midgar. Samen met Tifa, een stoere barvrouw, Aerith, een Blue Mist met bijzondere krachten, Barret, leider van Avalanche met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, en Red 13, een dier dat intelligenter is dan hij eruit ziet. Met z'n allen ontsnappen ze uit Midgar om de open wereld te gaan ontdekken. Zoals gezegd moest de groep ontsnappen omdat ze worden verdacht van het verwoesten van een volledige wijk in Midgar. In werkelijkheid is dit gedaan door het kwaadaardige bedrijf Shinra dat Mako uit de planeet haalt om alles te voorzien van energie. Daar komt nog bij dat slechterik Sephiroth een persoonlijke band heeft met Cloud die verder gaat dan de normale strijd. In Rebirth zullen we Cloud en zijn groep volgen in hun strijd tegen Sephiroth en Shinra in een poging de planeet te redden. Mocht je nog meer achtergrondinformatie willen, dan kun je gratis de demo van Final Fantasy VII Rebirth downloaden. Daarin zit een optie om het verhaal tot nu toe te bekijken. Met de demo ben je niet alleen direct op de hoogte van het verhaal, je kunt ook het eerste deel van Rebirth vast spelen en je neemt de progressie gewoon mee naar de volledige game. Hierdoor is Rebirth ook interessant voor iedereen die Remake niet heeft gespeeld. De game is namelijk goed op zichzelf te spelen zonder dat je een grote fan bent van Final Fantasy games. In de game wordt namelijk alles netjes aan je uitgelegd, zodat je zonder grote vraagtekens met de game aan de slag kunt. De beste optie blijft natuurlijk om deel 1 alsnog te spelen voordat Rebirth uitkomt. Spelers die wel bekend zijn met Remake en de game uit 1997, die zullen weten dat de 2020 versie flink wat aanpassingen heeft gemaakt aan het origineel. Zo zagen we aan het einde van Remake dat Zack nog in leven is, een personage dat normaliter in de prequel game Crisis Core Final Fantasy VII tot zijn einde komt. Door dit soort veranderingen weten we niet precies wat ons te wachten staat in deze hervertelling van het origineel en zullen naast nieuwe spelers ook de doorgewinterde Final Fantasy fans een avontuur kunnen beleven waardoor zij ook verrast zullen worden. Daarbij komt ook dat Square Enix al heeft aangegeven dat Rebirth zal eindigen bij de Forgotten Capital, een belangrijke locatie in het verhaal van Final Fantasy VII. Rebirth zal dus wat aanpassingen maken aan het verhaal en voegt een open wereld toe aan de hervertelling van Final Fantasy VII. Deze wereld zit vol met verschillende nieuwe activiteiten die we nog niet eerder hebben gezien in een Final Fantasy VII game. Denk aan speciale vijanden die je kunt verslaan, meer achtergrondinformatie van de wereld waar je in beweegt, of de summons die belangrijk zijn voor het gebied waar je op dat moment bent. Tel daar de nieuwe in-game card game Queen's Blood en verschillende sidequests bij op en Final Fantasy VII Rebirth belooft tientallen uren vol met avonturen. Final Fantasy VII Rebirth komt uit voor PlayStation 5 op 29 februari.